Zo, wat gebeurt er? Ding nog een salto. Oh, vet. Hey Blokke Gamers, welkom allemaal bij een gloednieuwe aflevering van Farming Simulator 17 Friesland March. Zoals jullie zien is het balenpersen van de Gearwell Elite Master is voltooid. Dat is ideaal en trouwens de vent heeft ook niet zo heel veel diesel meer. Maar daar kan nu wel eventjes mee verder. Maar wat we allereerst eventjes gaan doen is alle balen opruimen. Want het is ingehoorde chaos. We hebben ontzettend veel balen. Dus als we er eventjes een rondje maken en er langs heen reden, dan gaat het en dan zijn we zo alles kwijt. En dan kunnen we ze verkopen. En dan hebben we daar ook weer een beetje geld aan. En dan moeten wij zo meteen eventjes wat. Kijk, dit gaat toch snel, jongens. Kijk toch eens. En dan gaan we zo meteen wat hout hakken. Dat hebben we nodig. En ik had eventjes gekeken trouwens. We hadden in totaal hebben we nu 232 balen hebben we nu gemaakt. Nou, dat is best veel. Alright. Deze maandag gaan we verkopen. Dan gaan we de volgende lading gaan we nog verkopen. En dan kunnen we bezig met het hout. Ik heb niks, geen mods geenabled of iets. Ik ben gewoon direct verder gegaan. Waar we de vorige aflevering mee geëindigd zijn. Want ik kan in Holland. Ik kan ook gewoon lekker verder. Maar die zit ook nog steeds aan het cultiveren. Want dat moet ook klaar. Ik heb dus ook nog geen krachtvoer of wat dan ook ingecheat. Dat komt later allemaal. Maar wat we allereerst gaan doen is tegen een gebouw aanrijden. Is deze balen opruimen. En dan krijgen we lekker wat geld. X, en dan X. Unload center Y. En dat is bij die andere is dat exact hetzelfde. Heb ik hier. Je hebt direct weer al die balen verkocht. En de ene is wat meer waard dan de ander. De ene is 445, dan een 40, dan een 30. Geen idee waarom. Misschien dat er bij de ene net iets meer in zit. Ik heb trouwens ook niet gezien hoeveel wij nou in totaal hebben gekregen van al die balen. Maar waar ik wel heel erg blij mee ben, is dat al die sloten hier weg zijn. Dat is ideaal, want ik wil gewoon overal langs. En het wordt ook donker, maar ja, als het te donker wordt, dan spoelen we de tijd natuurlijk door. En dan moeten wij dus weer alle balen opruimen. Rats, 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 rats. Dus, alle balen die wij hier hebben. Weg ermee. Verkopen die hap. Deze pellets hebben we eigenlijk ook niet meer nodig. Dan kunnen wij Elite Master is weer teruggebracht. Hup. Hup. Dat het geen twee... Ik had gedacht misschien dat het toch wat twee volle trailers is. Want je weet het maar nooit. Het waren er zoveel. Want volgens mij zijn dat alle balen die we hadden. Dus, waar in één keer ontzettend veel balen lagen, zijn nu in één keer allemaal weg. En dan gaan we eens kijken hoeveel dit oplevert. En wat we eigenlijk misschien wel kunnen doen is... Waarom rijden die in één keer? Waarom? Die auto's rijden wel heel hard trouwens. Sinds wanneer zijn er vier auto's achter elkaar? Is dat nieuw of zo? Maar die auto's rijden wel verdomd hard. Maar dat is ook een keer mooi. Anders zit je heel daar achter en dan gaat het zo traag. En dan moet je ze weer inhalen en weet ik veel wat. En dat is ook niet zo maar handig eigenlijk. Alright. De laatste balen gaan we verkopen. En misschien dat wij bij de houtzagerij zelf, dat er nog genoeg bomen zijn. Dat we geen equipment en zo hoeven te halen. Het zou ideaal zijn dat we gewoon dingen erin gooien. En die moeten zich dan maar redden. Zo. Nou, 9000 euro. Prima. Alright, de balen zijn verkocht. Dus hebben we in ieder geval weer lekker wat geld. En dan gaan we nu naar de houtverarbeiding. Dat is hier. En die hebben dus boomstammen nodig. En op zich maakt niet zo heel veel uit welke... Oh ja, dat is wel vervelend nu. Dan moet ik maar even op 2 drukken. Kijk, wat kunnen we deze? Kunnen we gewoon omzagen. Want in principe kom je eigenlijk nooit. En al die bomen die hier staan.
Die kunnen wij gewoon wegdoen. Net zoals... Nee, die, als het goed is, moet dat gewoon werken. Maar ik loop alleen net iets te hard. Hoe doe ik dat nou ook weer? Ctrl L, Alt L. Even gewoon de normale snelheid. Anders kun je dat namelijk niet optillen. Maar dan gaan we te hard. Of ja, die bom die glitst natuurlijk, dat kan ook. Even alle takken eraf snijden. Zagen. Dan hoop ik dat dat toch wel redelijk meer valt. Maar ik denk dat ding dat is gewoon veel te lang, joh. We moeten eventjes in twee stukken doen. Alright, die is er midden. En dan moeten we deze eigenlijk hier nog eventjes uitzien te krijgen. Maar dat valt niet zo, niet meer. Want dit ding dat glitst alle kanten op. Is leuk hoor, die game extension mod, dat je zoveel mogelijk kan optillen. Maar soms is dat zo ongelooflijk glitchy. Kijk dan, dat ding dat vliegt alle kanten op, joh. Nou, hup. Valt hij net niet in de trigger natuurlijk. Dan knalt hij daar weer het ding aan. En hij zit in die silo aan. Ga daar eens weg. Hup. Kijk dit ding glitchen, dat is toch ongelooflijk. Kijk, die berkenbomen kunnen we eventueel ook meenemen. Maar zoals je hier ziet, hier heb je ook genoeg bomen die we gewoon weg kunnen halen. Dat scheelt ons heel veel tijd. Dat scheelt ons echt heel veel tijd. We zagen ze gewoon één voor één, zagen we ze om. Zodat in ieder geval weer een beetje hout geproduceerd kan worden. Zodat we die pellets kunnen gebruiken voor de melkerij. Zo, en dan die. Doen we gewoon deze hele rij bommen, halen we gewoon weg. Dat gooien we daarin. En dan denk ik dat die voorlopig wel weer voldoende spullen heeft. Zodat er weer hout gemaakt kan worden. En dan laatste. Zo, nou, dan gaan we eventjes ietsje sneller lopen. Laten we hem op 3 keer zetten. Deze bom is geglitst. Super top. We zagen eventjes door midden naar u weer. Of deze bom kun je helemaal niet omzagen, dat kan ook. Nee. Nou ja, maakt ook niet uit. We hebben hier in ieder geval wel een boom die weer alle kanten op glitst. Nou ja, anders doe ik dat wel eventjes buiten de opnames. Want ik denk dat dit nog wel eventjes kan duren. Omdat het nog wel eens lekker glitchy kan zijn. En dan, als alles vol is, dan kunnen we met het andere bezig. En het laatste stukje hout gaat hierin. Nou, dat heeft hij ook weer voldoende. Alleen ik denk dat hij binnenkort gaat zeuren. Dat hij te veel houtsnippers heeft aan deze kant. Hier. Dat hij weer vol zit. Dat we die binnenkort weer moeten gaan legen. Ik denk dat dat binnenkort wel voorkomt. Maar het is niet zo heel fluit. Maar er is volgens mij al wel weer één plank grotendeels is klaar. Dus dan kunnen we deze in ieder geval weer die kant op gooien. En dan kan hij ook weer eventjes verder. Ja, juist. Dan kan ik ook eventjes verder met de pallets maken. En dan moeten we nou eventjes kijken wat wij nou eventueel kunnen gaan doen. Laten we heel eventjes bij de Nieuw-Holland gaan kijken hoe die ervoor staat. Waarom gaat hij maar 10 km per uur, joh? Wauw. Al die tijd voor niks gewacht, al die tijd betaald. Ja, maakt niet uit. Die is wel bezig. Dus, wat kunnen wij nu gaan doen? We kunnen deze eventueel legen. Want de pallets worden nu gemaakt. Ja... Ik denk dat we eerst eventjes de vent eventjes moeten tanken. Alhoewel, hoeft op zich nog niet. Hij heeft 27 liter, maar misschien dat we dan alvast kunnen beginnen om met mais in te poorten. Ho! Zo, wat gebeurt er? Ding nog een salto. Oh, vet.
Oh ja, dat gingen we ook nog doen. Laten we dat doen. Die cultivator die gaat wel eventjes verder. Waar is dan gaan we de deurs eventjes over swappen. Kunnen we hier tanken, by the way? Of moet het eerst bijvullen? Ik denk dat we het eerst bijvullen. Dan moeten we onderweg maar tanken. Dan swappen we de trekkers over. En halen we die papieren pallets halen we op voor de melkfabriek. Want daar hebben we ook nog heel veel van als het goed is. Kunnen we heel eventjes naartoe switchen trouwens. Even kijken, maar hier liggen we. Ik weet niet hoeveel. En dit wordt ook nog wel gemaakt, dus. Maar hier moeten ook houtsnippers naartoe. En we hebben ontzettend veel houtsnippers. Van de houtzagerij natuurlijk. Dus. We kunnen overal weer alles voor gebruiken. Maar dan moeten we dan eigenlijk eventjes de... Dat ging niet helemaal goed. Dan moeten we eigenlijk eventjes de dinges daarvoor hebben. De... Gaat nog weer het nou ook weer. De Scania, want die heeft gewoon twee van die trailers. En de Scania die gaat ook een heel stuk sneller, dus laten we dat gaan doen. Die moeten we hebben. En nemen we al die pallets nemen we mee en die brengen we gewoon naar de fabriek. En dan moet het helemaal goed komen, even kijken. Komen we langs het tankstation als we hier langs komen? Ja, dat kan. Dan moeten we hier eens de rechts en dan links en door het dorp heen en dan zijn we er zo. Ja, kom goed. Nou, zijn we dan. De trekker is getankt. Zoals het hoort. Die zit ook weer vol. Er zitten weer 600 liter in. Dus dat is ook ideaal. Ik kan niet weer het ding aan. En dan moeten we dus deze... Ja, deze moeten wij meenemen in ieder geval. En dat zijn ook serieus... dat is ook behoorlijk wat. Pallets. Dus komt u maar. Deze ook eventjes wegdoen, by the way. Die mag... Was niet de bedoeling, maar goed. Dan kan ik niet meer instappen. Zo. Nou, dan moeten we de andere nog eventjes hebben. X pallets. En dan... X. Klik, 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 klik. Nou, die zit ook vol. Dat kunnen we naar de milkcel brengen. Want dat hebben ze allemaal nodig, blijkbaar. Geen idee waarvoor. Ik denk... voor de verpakkingen. Of zo, weet ik veel. En misschien dat we dan zo meteen nog wel eventjes de, een hele soort met houtsnippers mee kunnen nemen. Zodat het ding ook weer leeg is. Even kijken, we moeten naar de milkcel. En die is volgens mij niet zo heel ver. Toch? Waar zag ik die nou? Molkerij, daar. Mooi, valt mee. Maar ik zie hier iets nieuws. Boma. Oh, dat is de Boma. Ik wil wel zeggen, Boma. Nee, maar dan moeten we de melkcel, dat is bij veld 4. Daar moeten we eventjes heen. En dan moeten we deze producten afleveren. En dan moeten we eventjes met de Scania heen en weer om houtsnippers op te halen. Nou, hier zijn we bij de melkfabriek. En dan moeten we dus hier ergens moeten we deze spullen afleveren. Even zoeken waar. Nou ja, melk en water hebben ze sowieso nodig. Maar waar moeten wij dit spul daar naartoe brengen? Oh, hier. Ho, stop. Hier. Nou, ik kan niet achteruit rennen met dit ding. Oh, alhoewel. Gaat best goed af, zo. Oké, ja, maar ze hebben dus pallets en papierpallets nodig. Nou, al die papierpallets die kunnen hierin. Dus het is X en dan... Of Y en... Ei. Ja, kijk. En dan moeten we ze er zelf maar eventjes in gooien. Hup, 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 hup. Ho! Ja, ja, zo kan het ook. Je kunt natuurlijk ook de hele dinges erin gooien. Dat kan natuurlijk ook. Hups. Hup, 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 hup. Kijk, dan is dit in ieder geval vol met die pallets. Dan kunnen wij de vent kunnen we nog eventjes weer terugbrengen. En dan moeten we eventjes de Scania ophalen om houtsnippers op te halen. En met die houtsnippers kunnen wij dus weer die zeilstoffenfabriek bij te vullen. En zo blijf je maar bezig om verschillende producten te maken. Maar dat is gewoon leuk. En dat kost ook heel veel tijd. Maar ja, daarom doen we ook 50 afleveringen. Anders krijg ik bij lange na nog niet allemaal klaar.
Nou, hier zijn we terug op de boerderij. En ik had inderdaad gezegd dat wij het bier gingen verkopen. Maar dat kan nog heel eventjes wachten. Want we zitten op dit moment genoeg geld. Omdat die balen gewoon ontzettend veel geld hebben opgeleverd. Dus hoeven we daar niet echt iets mee te doen. Maar. De Scania. Je moet eventjes die achterste trillen eraan vast hebben. Zo. En dan moeten wij... Ja, eigenlijk hoeven we alleen maar naar de dingen te rijden. Naar de houtzagerij. Om al die houtsnippers op te halen. Want die andere trillen die je daarachter zag, die rode trillen, daar zitten ook nog houtsnippers in. Dus die moeten we er eerst ook naartoe brengen. Want ik weet gewoon zo meteen, die houtsnippers zitten zo meteen weer vol van die pelletfabriek. En dan kan ik dus geen pellets meer maken. Omdat dat ding vol zit. En die houtsnippers kunnen we dan natuurlijk weer gebruiken om van die dingen te maken. En zo is aan alles is nagedacht van ja, voor dit product heb je dat en dat nodig. En van dat product krijg je dat en dat. En met dat product kun je dan weer... wat een gedoe. Je zou maar zo'n map moeten maken, joh. Verschrikkelijk. Maar hier zit ook onze groenten. En het goede is, zijn die ook lekker bezig. Of volgens mij zijn die ook vol, joh. We kunnen het allemaal niet bijhouden. Het gaat allemaal veel te snel. Alright. Zo. Nou, die is nog wel eventjes bezig. Dan kunnen wij deze pallets kunnen meenemen. Even daar naartoe. Heb ik hier. En een andere. Kijk, maar dan is deze bak straks ook gewoon weer leeg. En dan kunnen ze daar ook niet over zeuren. Maar die zijn 120.000 liter aan houtsnippers, hè. En dan kunnen wij weer morgen gebruiken om die zeldstoffenfabriek bij te vullen. Want hier hebben ze ook houtsnippers nodig. Dus eventueel wat we kunnen doen is alles wat we nu hierin hebben, kunnen wij nu ook weer hierin gooien. Maar dat hebben ze nodig, dus. Dat keepen we daar weer in. Zodat het ook weer vol is. En de rest nemen wij gewoon meer. Zolang het kan. Ja, maar dat is een hele triller vol, joh. Maar hoeveel liter zit daar nog in? 107.000 liter, dus. Ja, daar zijn we nog wel eventjes mee bezig. Want die gaan we sowieso eventjes legen. We gaan naar de zeldstoffenfabriek. En dan vind ik het ook mooi geweest voor vandaag. Nou, wij kunnen bij lange na niet alle houtsnippers meenemen wat er ligt, maar... Het is nu een heel stuk leeg. Hoeveel liter zit er nog in? 13.000 liter. Dus hun kunnen weer eventjes lekker verder. Dus nou rijden wij weer naar de zeldstoffenfabriek. Helemaal aan de andere kant van de map. Om dit te legen. En dan kan hij ook weer verder. En dan zijn we echt ongelooflijk productief bezig. Daar ben ik wel blij mee. Vind ik wel leuk. Nou, we zijn er bijna. Het wordt ook om 9 uur. Gaat de tijd natuurlijk sneller. Maar je kunt ook met de Creator Tools kun je zelf de tijd heel snel doen. Maar heb ik even extra eventjes de tijd op langzamer gezet. En waarom heb ik dat gedaan? Omdat namelijk, als dit vol is, dan gaat de tijd weer sneller. En hebben we dus alweer meer van die producten. Als we meer nodig hebben, dan kunnen we dat daarvan maken. Dan kunnen we dat ophalen. Dus hier zijn we aangekomen bij de zeldstoffenfabriek. Is die nog bezig? Ja, hij maakt nog geluid. Hoeveel staat er nog in? Oh, er zat nog 35.000 liter in. Oh, nou. Was op zich voldoende. Maar als je kijkt, hè. We hebben nu 90.000 liter aan houtsnippers bij ons. En als je kijkt hoe langzaamaan dit ding vult. Oftewel, hoeveel houtsnippers kunnen hier wel niet in? Oeh, dat gaat niet goed. Hoger dan dit kan hij niet, hoor. Dat scheelt er weer. Oké, dan moeten we nu de andere trillen hebben. Juist. En dan heeft hij ook weer, kijk, want hier zijn ook weer ontzettend veel van gemaakt. Hier zijn ook weer ontzettend veel van gemaakt. En deze hebben we natuurlijk voor de oopsfarm nodig. En deze hebben we dus voor de melkerijen nodig. Omdat ik erop sta, gaat hij op rood. Ah, kijk. Nou, hartstikke mooi. Er liggen hier nou heel wat houtsnippers, dus die kunnen weer verder. Dan zetten we de Scania zetten we aan straat. En dan hebben we alles weer aan het lopen, zoals het hoort. En dan gaan we binnenkort yoghurt en slagroom en dergelijke maken.
En dan kunnen we ook nog, koekjes en weet ik veel wat maken. Dus ja, voorlopig hoeven wij ons nog niet te vervelen in deze map. Hé jongens, ik wil jullie allemaal ontzettend bedanken voor het kijken naar deze aflevering van Farming Simulator 17 Frisian March. Mocht je nou uiteraard ook een video hebben gevonden, vergeet natuurlijk niet even die like erop te knallen mocht je dat niet hebben gedaan. Ben je nog niet geabonneerd, doe dan ook zeker eventjes, help me enorm mee. En de tijd gaat hartstikke snel, dus dat betekent ontzettend veel pallets en dergelijke. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken en tot de volgende keer. Kalm!